Gelbert. Dat is het, ja, dat is het muziektheaterproject wat we willen gaan opzetten hier in de wijk van Selbert met en voor en door bewoners van Selbert. Dit is Roelof Jonker, historicus en regisseur van het stuk wat we gaan doen. We proberen een toneelstuk met zang en dans te maken over Selbert. Het wonen in Selbert nu. En de geschiedenis van Selbert erbij. De kids op straat. Vandaag is de eerste, een beetje aftrap of zo, hè, voor dat project. En we willen mensen, we zijn op zoek naar mensen die mee willen doen. Vanaf februari beginnen we dan echt met de repetities. En met de groep die er dan is, zullen we een gezamenlijk repetitiemoment afspreken ook. We zoeken mensen die willen zingen, we zoeken mensen die willen spelen, we zoeken mensen die willen spelen en zingen. We zoeken mensen om te helpen met kostumering, met requisieten, decor, vormgeving, alles. Het wijklied over Selbert, dat gaat over het gewone leven in Selbert. Hè? Kijk eens om je heen wat je hebt, hè? En kijk of je daar nog opnieuw naar kan kijken, naar elkaar. En niet meer zo langs elkaar heen loopt, maar eens een keer durft iemand aan te spreken en durft te ontmoeten. Waardoor je ook elkaar wat beter leert kennen en weer een beetje meer thuis gaat voelen in je eigen wijk. Tuin in de stad ligt aan de rand van het centrum van Groningen. Zij willen deze weer tot bloei brengen. Naast de verkoop van planten worden activiteiten georganiseerd die met tuinieren of de tuin zelf te maken hebben. Een van die activiteiten is Adopteer een kerstboom. Hoe kom je op het idee eigenlijk? Het is Lisbeth. Die heeft het idee naar Groningen gebracht. En het idee komt oorspronkelijk uit Leusden. Ja. Van de adoptieboom, hè? Ja, dat bedoel ik ook, hoor. Ja, ja. Kijk, en het idee is gewoon aansprekelijk mooi. Dankjewel. Zeg ik. En we kappen elk jaar zo'n boom. Ja. En die doen we dan op 6 januari met het grof vuil mee. Ja. En dat is het dan. Ja. En dit gaat een heel eigen leven leiden. Ja. En hoe gaat dat? Nou, het is wel grappig dat u dat zegt, want dat klopt wel. Mensen zoeken een boom uit. De boom krijgt een labelnummer. De naam wordt aan het labelnummer gehangen. Het jaar erop. Dus de boom wordt meegenomen naar huis. De mensen zitten gezellig in de huiskamer. Daarna wordt hij weer hier ingeleverd. En dan herplanten wij de boom. En een jaar later krijgen mensen een mailtje van: uw boom leeft nog. Hopelijk, hè, ongeveer 95% van de bomen overleeft. En dan kunnen ze hun eigen boom weer terugkrijgen. En die kunnen ze dan opnieuw adopteren. En dat is ook wel het grappige, want op die manier ontwikkelen mensen een band met hun kerstboom. Met strobouw wil men graag een waterdichte ruimte bouwen om zo de tuin nog attractiever te maken als natuurspeelplaats. Of gewoon als plek om lekker rond te lummelen en elkaar te ontmoeten. Wij willen inderdaad zoveel mogelijk adoptiebomen verkopen. Omdat mensen die kunnen de boom ook weer terugbrengen na de kerstdagen.
zodat we milieuvriendelijk bezig zijn met z'n allen en dat de boom niet weggegooid wordt. Hoe dat mevrouw het uithoudt dat ik zoveel koren heb, dat weet ik ook niet. Maar en de kinderen vinden het leuk. Allemaal zijn ze ook bezig met muziek en doen het graag. Je moet het eigenlijk zo zien. Het eerste nummer wat we gaan doen is Christmas at Sea. Dus eigenlijk, je zit op zee en waar zit je? Vrouwen en kinderen zijn allemaal thuis. En je wilt toch een beetje kerstsfeer hebben. En dat gaan we doen. We gaan aan boord van ons schip, de twee provinciën, Friesland en Groningen. Daar gaan we ons kerstfeest vieren. Oh, van alles aan boord. We hebben Friesen aan boord, we hebben stellingwervers aan boord, we hebben Grunningers aan boord, we hebben Oostfriesen aan boord. Dus eigenlijk die hele scala van talen proberen we nou in de kerstnummers proberen we terug te komen. Jaar iets aan kerstliederen, omdat wij vinden dat dat er ook bij hoort. Ook op zee wordt kerst gevierd. Dus er zijn genoeg kerstliederen, zeg maar, zeemansliederen, die te maken hebben met kerst. Hier op de achtergrond klinkt ook zo'n lied. Straks voor een volle zaal staat om je kerstconcert te brengen met 70 man, 75 man. Ja, ik vind dat heel leuk. Zeeman, kom weer naar huis. Zo, we zitten nu aan het Eemskanaal.
in het gebouw, in een gebouw van de Riepen. En ik hou een interview met Chip Schotanus. Schotanus, zijn er nog meer gebouwen van de Riepen? Dit gebouw is van de Riepen, oftewel deze kantoren zijn van de Riepen. En hierbij zijn oude fabrieksgebouwen en er wordt ook een nieuw gebouw bij gemaakt. De oude fabrieksgebouwen, daar zit Groenwerk in, dat is ons alcoholproject. En er zit de wasplaats in, die wast voor heel veel bedrijven en ook voor onze deelnemers. En het nieuwe gebouw komt er straks het 12e huis in. En 12e huis, dat is ook dagbesteding voor daklozen, verslaafde daklozen. Om hoeveel mensen gaat het precies? Die hier in totaal komen zitten, dat zijn denk ik straks 100 mensen. En in alleen totaal... deelnemers, hè? En dan de werknemers er nog bij. Ja, en in totaal, hoeveel mensen werken hier in dit gebouw en in overige gebouwen? Ik denk dat daar met elkaar zo'n 40 man personeel bij is. Zo, we staan hier naast de HEMA. En hier staat een riepenverkoper. Hoe heet jij? Chris. Chris, hoe gaat het? Goed, gaat wel. Gaat wel? Ja hoor. Hoe lang sta je hier al? Nou, ja, ik heb net nieuwe gehaald, dus nog niet zo lang. 5 minuten ongeveer. 5 minuten? Ja. Oh, maar het is druk hè, op straat? Ja, gaat. Een beetje. Gaat wel. Wat verwacht je ervan vandaag? Ja, niet veel. Niet helaas, veel? Nee. Maar het is toch... Noem ze goede reden waarom mensen de riepen moeten kopen. Waarom ze moeten verkopen? Waarom ze moeten kopen. Oh, waarom? Ja. Noem ze goede reden. Ieder voor zich, dat weet ik. Ja, dat, om maar te lezen hoe het leven op straat gaat. Ja, het is gewoon een interesse. Ja, ja, en er staat ook wel een puzzel in, een horoscoop. Heel veel mensen hebben interesse in de horoscoop. Die komen dan om de horoscoop. En ja, ieder mens is verschillend waarom dat ze hem kopen. Ja. Verschillende redenen. En lees je hem zelf ook? Ja. Wat vind jij, wat trekt jou daar aan? In dat blad? Puzzel en de horoscoop. Verder niet eigenlijk? Nee, niet echt. Want er staat ook vaak wat van lulwaarde in. Oké. En hoe breng je de riep aan de man nu? Hoe doe je dat? Nou, ik vraag of ze interesse hebben in een krantje. Interesse? Ja. Je spreekt mensen aan? Ik bied ze een krantje aan. Ja. Oké, doe eens hoe dat gaat. Ik heb geen idee. Nee. Ik zal even... Bedankt meneer. Ik ga hem aanbidden. Hey, helaas. Geeft niks. Niet te gauw opgeven. Nee, dat doe ik ook niet. Ik ga gewoon verder. Ik vraag deze mevrouw. En die hebben hier allemaal een dagvoorziening, een dagbesteding? De deelnemers die krijgen een dagbesteding en de medewerkers die voorzien daarin. En jullie houden ook een deel van de verkoop van de riepen? Of wij een deel van de verkoop van de riepen houden? Ja, de verkoop van de winst. En de verkoop van de riepen is... niet op winst gebaseerd. Wij proberen het zo goed mogelijk te organiseren. Op dit moment gaat dat niet zo goed. We hebben verlies op dit moment. En als we winst zouden maken, dan wordt dat besteed aan verbetering van alles. En de verbetering van voorzieningen? Van voorzieningen, van de riepen en dergelijke. Ja. Als je terugkijkt op afgelopen 15 jaar... De hele periode dat de riepen al bestaat. Ja. Wat voor goeds heeft het gebracht? Het is een dagbesteding voor mensen die graag op straat zijn. Het is informatie voor mensen die niet precies weten hoe het ruilt en zeilt in de dakloze wereld. Dus de krant die zorgt ervoor dat mensen op de hoogte komen van dit bestaan. En de krant die zorgt voor de deelnemer, voor de doelgroep die voor ons verkoopt, dat zij inkomen hebben. En dat is natuurlijk wel geweldig als die mensen niet op een andere manier een baan in de maatschappij hebben, dat ze zo via de... Op deze manier kunnen ze werken. Deze mensen kunnen vaak niet in het normale werkproces, omdat ze daar niet altijd in passen. Ja, wat is het?
Maar het valt niet mee, hè? Nee, ik probeer het nog een paar keer. Ja, ik hoop dat je succes hebt. Ja. Een vrouw die heeft meestal meer geluk als een man. Hoe gaat het met doorstroming? Is daar een doorstroming? Door de problemen die de mensen normaal gesproken al hebben wanneer ze bij ons komen, is er eigenlijk al geen doorstroming mogelijk naar regulier werk of vrijwilligerswerk. Daarom komen ze dus natuurlijk ook bij ons. En die doorstroming wordt tegengehouden vaak door de manier waarop mensen leven. En die manier zorgt er ook voor dat daar, oftewel de verslaving vooral, zorgt ervoor dat daar geen ontwikkeling in komt. En wat voor soort mensen gaat het die hier terechtkomen? De oorspronkelijke doelgroep zijn de dakloze verslaafden. En die verkopen al 15 jaar de riepen en dat doen ze hier in de binnenstad en dat doen ze in Leeuwarden ook in de binnenstad. En in de provincies hebben we mensen die, dat zijn Roma's en dat zijn in wezen ook daklozen. Die hebben sinds 2004-2005 zijn die verkoper voor ons en dat werkt op zichzelf ook heel goed. Zijn de mensen welkom bij winkeliers bijvoorbeeld? De winkeliers zijn wel wat terughoudend, maar dat zijn ze ook met onze oorspronkelijke doelgroep. Wanneer ze duidelijk hebben dat wij als organisatie erachter zitten, en wij stellen ze ook altijd voor bij de winkeliers. Wanneer we dat doen, dan is het voor hun wel duidelijk hoe het zit. En wij kunnen daar een goede uitleg bij geven over waarom deze mensen de riepen verkopen. Want ze hebben verder geen inkomsten in Nederland, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. En geen werk, wel verblijven, ze mogen wel verblijven, maar ze mogen niet werken. En omdat deze mensen niet mogen werken, moeten ze dan, als ze hier zijn, op een andere manier in hun verdiensten voorzien. Ja. Zorgen jullie ook voor huisvesting? Nee, wij zorgen niet voor huisvesting. Voor onze oorspronkelijke doelgroep heeft WerkPro, onze overkoepelende organisatie, wel mogelijkheden om mensen te helpen via AWBZ en via andere zorg die wij leveren. Maar wij als Riepen verwijzen mensen alleen maar die kant op. Oké, juist. Goed, dat is duidelijk. Ik wil je van harte bedanken voor dit interview. Alsjeblieft. En ik wens jullie nog een hele goede toekomst. Hartelijk dank. De goede toekomst hebben we ook hard nodig. Ja, daarom. Ja. En bedankt voor het interview. Alsjeblieft.